Foto's uit lang vervlogen tijden. Randstadrail, de OV-chipkaart en marktwerking. Daar had nog nooit iemand van gehoord. Maar trams waren er al wel. En ook sneeuw bestond al een tijdje. André Borgdorf zorgde er destijds als elektrisch tramingenieur bij de HTM voor dat deze trams in het straatbeeld kwamen. En toen reden ze nog wel gewoon als het gesneeuwd had. Ja, vroeger had je geen sneeuwnet toen ik werkte. Dat was helemaal niet nodig, want er werd gepekeld en je had dus oude pekelwagens. Er waren er 10. En in de loop van de 90e jaren, toen er een ander beleid kwam, zijn die geleidelijk aan vergeten of afgeschaft. Of ik weet niet precies wat ermee gebeurd is. Toen was ik al eigenlijk met pensioen. Tegenwoordig is dat dus wel anders. Een beetje sneeuw en het tramverkeer raakt flink ontregeld. Volgens Borgdorf is de oorzaak ervan makkelijk aan te wijzen. De technische kennis is verloren gegaan sinds de jaren 90. Vroeger was het bij zowel de spoorwegen, de NS zeg maar, en de HTM, hadden eigen materieel, altijd eigen mensen en eigen, dus alle expertise was in huis. En wat er ook aan de hand was, iedereen die bij de HTM werkte, die was verantwoordelijk voor het geheel. En nu wordt het meer uitbesteed, er zijn meer interim managers of interim, wordt ingehuurd zeg maar. U bent een echte HTM-man toch? Ja, dat dacht ik al, ja. Doet dit u dan pijn, wat er nu allemaal gebeurt? Ja, ik mag het niet zeggen, maar je zou je rot schamen. Dus, vroeger zou dat ondenkbaar zijn. Sommige dingen waren vroeger dus blijkbaar echt beter.